Jan, we zijn hier vandaag op het circuit van Assen. Bij jou natuurlijk ietsje minder bekend dan Zandvoort, jouw thuisbasis. Hoe vind je het hier? Ja, altijd leuk om hier te zijn. De mensen zijn ontzettend aardig. En ja, gelijk als je al komt, ja, het is gewoon leuk. Hartstikke leuk. Ja, natuurlijk Drex Racing Days. Je bent ook bij het team van MP, want daar rijdt natuurlijk je zoontje mee. Hoe is dat, ja. Hier ook wat bekend dat het team, Blekenmolen, Ja. Ja, superleuk. Kijk, normaal heb je altijd iets te doen, weet je wel. En mensen als Richard Verschoor en Larry ten Voorde natuurlijk, hè, die zien we ook weer eventjes. Dus het is gewoon leuk, omdat dit een dag is natuurlijk puur voor het plezier, het entertainment. En ja, een beetje het enthousiasme voor de autosport met mensen delen. Dus nee, dat is heel plezierig en heel ongedwongen. Ja, precies dat. Dus het is gewoon heel informeel en heel het is niet pretentieus. Het is gewoon leuk. Inderdaad kunnen de mensen gewoon weer de dingen gewoon voelen en horen en mensen spreken. Dus nee hoor, het is heel ongedwongen en heel plezierig. Begint het bij jou ook weer te kriebelen als je dan zo denkt? Nee, dat valt wel mee, weet je. Ja, ik doe dit al meer dan 50 jaar. En de laatste jaren totaal niet meer actief. Ik ga met een paar vrienden, waaronder Jeroen Blekemolen en Emanuele Piro en zijn zoon. En Greg Mills doen we de 24 uur Creventic van Barcelona. Met een Ginetta GT3, of GT4, sorry. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dat vind ik nog prima, maar... Hier, weet je, ja, die geest is wel uit de fles. En ja, je bent het van jezelf natuurlijk gewoon anders gewend. En als ik dan rondrij en ik zie gewoon dat ik als een krant rij, ja, dat kan ik van mezelf niet hebben, weet je. Je weet een beetje hoe het moet. En niet dat ik nou zo'n topper ben geweest, maar in ieder geval, hè, zoals je nu dan rondrijdt, dat kun je dan van jezelf niet hebben. Dus dan denk ik van, nou, laat de jongere generatie het lekker overnemen. Nou, dat valt ook nog wel mee, hè. Maar dan recreatief prima. Maar voor de competitie, hè, dat vind ik leuk om dat met René zoveel mogelijk, zo goed mogelijk te doen. Ja, je hebt het over René, die heeft dit jaar natuurlijk zo'n boek gemaakt in de Formule 4, de baas van de 4 rijdt hij. Hoe is dat voor jou als vader? Ja, je valt een klein jochie in de kart en dan rijdt hij gewoon die grote Formule 4 auto. Is dat als vader? Ja, dat was best wel even wennen. Hè. Je weet wel dat we hebben gewoon een supergoeie periode op de kart achter de rug. Vorig jaar het Europese kampioenschap gewonnen en het wereldkampioenschap op 1800ste gemist. Hè. Dus werd die tweede. Graag had je die Grand Slam gehad. Maar desalniettemin was gewoon een heerlijk jaar. Ging erg goed. En onwillekeurig wil je eigenlijk diezelfde lijn doorzetten. He, want dat voor decoratie meerijden en amper in de top 10 kunnen komen, dat trekken we niet. He. René vindt het ook helemaal niks. Dus die kan daar ook slecht tegen. Maar gelukkig hebben we nu recentelijk wat veranderingen gemaakt. René heeft een andere engineer waar hij wat beter mee kan communiceren. Diederik Kintz, ook bij de ingevoerde in Nederland, een bekende naam. Maar dat werkt erg plezierig. Dus nu in één keer ontstaat er een synergie. Wat hem gelukkig een stukje verder helpt. Hij kan zijn verhaal wat beter kwijt en daardoor wat vorderingen maken. Dus gelukkig al gelijk bij de eerste race op het podium, een derde plaats. Hij kwalificeerde zich als, zevende, vierde en zevende voor de drie races. En hij werd vijfde, derde en zevende. Dus gelukkig een stap vooruit. Maar het gaat om het winnen, dus we moeten nog even. Ja, absoluut, absoluut. Gewoon een heerlijk team. Gewoon no nonsense. Heel veel focus op de belangrijke dingen. Maar voor de rest, alles is goed bespreekbaar. En gewoon eerlijke, redelijke mensen. Maar op hetzelfde moment ook heel competitief. Dus wat dat betreft, fantastisch. Wat zijn de redenen die je uiteindelijk voor de race? Nou ja, dat is uiteindelijk ook gewoon de relatie die er bestond. René is ook een klein beetje als autocoureur. Min of meer geboren in Strijen.
Nou, Strijen en MP Motorsport zijn onlosmakelijk verbonden. Dus daar werd het zaadje al geplant, neem ik aan. En altijd contact gehouden. En toen ook het contact met Henk de Jong. De Ferrari Academy of de Ferrari Academy kwam even naar voren. Nou, daar heeft René aan meegedaan, die heeft hij gewonnen. Tot een overeenkomst is het niet gekomen. Maar ook MP die vond dat we dat even moesten proberen. Hebben we gedaan en uiteindelijk gewoon toch hiermee door kunnen gaan. En het Spaanse kampioenschap is super competitief en dat moeten we hebben. Vind je dat ergens misschien wel jammer dat toch niet is gelukt met Ferrari of dat je van dat komt later is? Nee, weet je, die dingen die zijn wat ze zijn. En meestal kom je op langere termijn kom je erachter waar het allemaal goed voor is geweest. Dus ik heb nooit zo het idee dat dingen zonder reden gebeuren. We voelen ons hier erg op ons plek. Ook het Spaanse kampioenschap is toch enigszins verrassend, moet ik bekennen. Heel competitief en minimaal net zo competitief als Italië. En misschien zelfs nog wel iets competitiever. En dat is precies wat we willen. Want we hebben liever dat we verliezen in een heel competitief startveld, dan dat je jezelf rijk rekent door gewoon te winnen in een matig startveld.